Leegstaande winkels zijn voor veel mensen een doorn in het oog. In Den Bosch krijgen de leerlingen van het Koning Willem I College de kans om deze winkels te gebruiken om zo hun werk aan de winkelende mensen te laten zien. De Tilburgse PvdA-fractie geeft aan dat de manier van werken succes heeft bij het publiek en vraagt aan het college of deze aanpak ook in Tilburg toegepast kan worden. In Den Bosch is er een concept om lege winkelpanden te gebruiken voor jong ondernemers. In Tilburg gaan we ook zoiets doen. Kunt u daar iets meer over vertellen? Het is mijn bedoeling wel om het te gaan doen op een gegeven moment. Je ziet de laatste jaren in het centrum kern winkelgebied dat er een aantal winkels gaan sluiten. En die staan vaak een half jaar tot drie kwart jaar leeg. En de mini-ondernemingen in Tilburg, daar is eigenlijk mijn wens om die daar onder te brengen. En dan voor een bepaalde tijd natuurlijk? Ja, kijk, de verhuurde projectontwikkelaar die bepaalt natuurlijk hoe lang de huur gaat duren. Daar ga ik niet over, maar het zou best kunnen, net als 10 jaar geleden in de Kamer van Koophandel, dat duurde ongeveer een jaar. Ja, en daar was ik heel blij mee. En heeft u ook mensen achter zich voor dit concept, behalve uw eigen fractie, uw eigen PvdA? Nee, ik ben zelf een tijd, week 4 geleden, bij de uitnodiging geweest in de raadzaal. Bij de finale van de mini-onderneming. Daar waren een aantal raadsleden waren daar ook bij. En dan denken we eigenlijk het verlengde trekken om op een gegeven moment die jeugd de gelegenheid te geven om dus theorie en praktijk bij elkaar te brengen. Zou ik op een gegeven moment hier wel graag willen bij de Emma Passage. Hele mooie passage, heel veel mooie winkels, steeds meer winkels die erbij komen. Maar dat valt er af en toe ook weg door de crisis.